Kijk ook nog eens goed naar de moeilijkheden in schrijfwijzen, naar de accentjes. Leerlingen van middenschool Kindsheid Jezu in Hasselt oefenen Frans. Sinds vorige week kunnen ze die oefeningen ook thuis op Smart School maken. De leerkracht kan via een applicatie de vragen en antwoorden ingeven. Ik kan een tekst toevoegen, ik kan een meerkeuzevraag geven, ik kan een meerkeuzevraag met meerdere juiste antwoorden. Antwoordje op één lijn, op meerdere lijnen. Zeker wat de theorie betreft, hetgene dat ze kunnen studeren qua woordenschat, grammatica, is perfect te integreren in boekwidgets. Omdat de computer de antwoorden kent, verbetert hij ze automatisch. Het zou de werklast voor leerkrachten moeten verminderen. Oh ja, dat is goed. Ook op de dubbele S, chaussée. Je kunt zien of dat je het fout hebt. En als je het fout hebt, dan kun je het nog eens proberen. Leer je daar ook meer door? Ja, want dan weet je wat je fouten zijn en dan kun je het de volgende keer anders doen. Soms sla ik dingen over in het boek die hier dan wel op terugkomen. Online oefeningen zijn niet nieuw. Wel dat je ze op Smart School kan maken. Daar kwamen tot nu toe enkel punten en berichten van de school op. De uitbreiding is handig, vinden leerkrachten. Want wij merken dat bij de boeken zijn er altijd websites met extra oefeningen. Maar dan raken ze hun wachtwoord kwijt, dan weten ze hun e-mailadres niet meer. En het voordeel is dat ik hier ook perfect kan controleren wat er gedaan wordt. In de Vlaamse school is het zeker niet ingeburgerd. In Amerikaanse scholen, in Nederlandse scholen, in Scandinavië bijvoorbeeld, is het al veel meer ingeburgerd om ICT-middelen ter beschikking te hebben in de scholen. In Vlaanderen, jammer genoeg, zijn de budgetten dikwijls niet toereikend daarvoor. Want het is de bedoeling dat ook toetsen zo automatisch verbeterd kunnen worden. Maar nu is er niet altijd een computerklas ter beschikking. Nee, voorlopig niet. Daar wacht ik op de infrastructuur die bijvoorbeeld iedere leerling een iPad voorziet, waardoor ik tijdens de les effectief de toets kan maken.